zicht van het voorzorgsprincipe. Dank u wel, meneer de Mesmaker. Ja, vorig jaar stemde ik tegen de verlenging van de licentie voor glyfosaat. Over de hamvraag of glyfosaat kankerverwekkend is, was immers geen wetenschappelijke consensus. Ik pleitte toen voor meer transparantie, duidelijkheid, onafhankelijk onderzoek. En dat standpunt blijft vandaag volledig overeind. Het nieuws dat Monsanto onderzoek zou hebben gestuurd en gemanipuleerd maakt de oproep naar transparantie zo mogelijk nog dwingender. De commissie moet nu daadkracht tonen. Ik geloof sterk in evidence-based beleid op basis van objectieve wetenschap. De vraag aan de commissie hoe ze zo'n beleid verder wil garanderen en hoe ze omgaat met de roep om transparantie zijn dan ook essentieel. En tegelijk willen wij met een open vizier meedenken over eventuele structurele wijzigingen aan het systeem in zaken goedkeuring van herbiciden en pesticiden. En pleiten we voor een grondige analyse van het professioneel gebruik van glyfosaat. Ik hoop dat de commissie, net als wij, de bescherming van de volksgezondheid en van het milieu voorop plaatst en met duidelijke antwoorden komt. Thank you. Mr. Eck, for 1 minute, please. Meneer Eck, 1 minuut. Dank u wel, meneer de commissaris. In maart 2015 heeft IACR de conclusie getrokken dat glyfosaat kankerverwekkend zou kunnen zijn. EFSA kwam een half jaar later tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk